Dames en heren, wilt u weer uw plaats innemen? Dan gaan we verder met het tweede deel. En zoals aangekondigd gaan we het een beetje de discussie verbreden en met Jos de Putter praten over zijn drieluik over het proces Milosevic. Dat je ook zou kunnen beschouwen in zekere zin als een afsluiting, poging tot afsluiting van de Bosnië-oorlog. Daarna, hij zal ook een paar dingen laten zien, daarna is er redelijk ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen. Een aantal mensen kan zich al bijna niet meer bedwingen. En daarvoor zitten deze mensen er ook om die te stellen, dus dat gaan we zo doen. Maar eerst even Jos de Putter, eindredacteur van Tegenlicht, maker van dat drieluik over het proces Milosevic. Wat bracht jou ertoe, Jos, om, wat was het, 10 jaar na, na het beëindigen van de oorlog, in te zoomen op het proces Milosevic? Het proces. Het is wel zo dat wat ik daarnet zei, ik was nooit daar geweest, dus ik had zeg maar niet een. Ik had alleen maar de beelden en waarschijnlijk ook de oordelen die iedereen zo had. Als je het grof zou moeten samenvatten, is dat toch een verhaal voor de geïnteresseerde leek toch van good guys en bad guys. En toen deed zich een moment voor dat iemand tegen me zei, die dat proces op dagelijkse voet volgde. Hij zei, eigenlijk is de enige met fatsoen in die rechtszaal, is Slobodan Milosevic. En toen zei ik, heb ik dat nou, ik denk, hoor ik dat goed? En normaal was het daarbij gebleven, waar het niet dat degene die dat tegen me zei, mijn vroegere docent literatuurwetenschap was in Leiden. Een man die ik bijzonder hoog acht en die ik ook boven elke morele verdenking verheven wist. Omdat onder andere, als je dat dan nog zou moeten staven, onder andere omdat hij ooit als politiek vluchteling uit Bulgarije door toen nog Van der Stoel naar Nederland is gehaald. En dus niet bepaald een communistenvriend of zo. Dus hij heeft voor de WDR eerst de oorlog in Joegoslavië echt gehoord, spreekt Servo-Kroatisch. En ging vervolgens elke dag, want hij woont in Den Haag, naar het proces Milosevic. En hij zei, daar wordt de geschiedenis herschreven. Niet alleen de Joegoslavische geschiedenis, maar ook onze Europese geschiedenis. Nou, dus dat, en dat met dat idee van dat Milosevic degene is die daar de fatsoensnormen hoog houdt, zeg maar. Dacht ik van. En hij zei: je hoeft er niet zoveel voor te doen, want alles is op internet. Het Joegoslavië-tribunaal zette al die zittingen met een Engels commentaar daaronder gewoon helemaal op internet. Dus alles was vrij beschikbaar voor iedereen. Dus ik begon. Ja, natuurlijk, ja, want anders. Een klein toelichting. Het fatsoen. Het fatsoen, ja. Waar we het straks over hebben, die beeldvorming, daar zijn we allemaal slachtoffer van. En als jij zegt, ik hoorde van iemand die ik geloof, dat hij zich daar onderscheidde door zijn fatsoen, dan moet je toch een beetje toelichten, want dit kan ik niet helemaal volgen. Oké, je komt dan natuurlijk meteen op een soort van, er bestaat niet zoiets als een absoluut fatsoen, maar op de glijdende schaal van termen van, misschien is dit een politiek proces wat er gaande is. En als je dan goed kijkt, dan waren er allemaal vooral die rechter mee, die allemaal wat een hele merkwaardige rol speelde. Dus als je daar, naarmate ik me daar meer in ging verdiepen, werden de voorbeelden zo merkwaardig. En vooral waren ze zo merkwaardig omdat ik er niks over las. Of ik zag het niet op het journaal. Al die dingen die je verwacht dat dan gebeuren, namelijk dat Milosevic die zijn eigen verdediging voerde. Gaandeweg begreep ik waarom hij dat deed. Namelijk omdat hij het meeste wist. Ik ben meteen te lang aan het. Maar om eens een voorbeeld te geven over wat dan een eye-opener is, hè, op zo'n moment. Want ja, die heb je echt nodig. Want je gelooft het anders niet. Er is een getuige. En die weet
die vertelt dat hij gehoord heeft, dat hij erbij was, dat Milosevic opdracht had gegeven tot de deportatie van, ik denk, een deel Albanese in Kosovo. En als je nou een verdediger hebt, hè, stel je hebt een verdediger, die moet dat dan aanvallen. Dus die gaat dan die man vragen, ja, wat heeft u precies gehoord? En wat is de woord, en wanneer was het, en wat zijn de woorden? En het bijzondere is dat Milosevic, die vraagt aan die man, waar heeft u dat gehoord? Het is een vraag die een verdediger, denk ik, niet zou bedenken. En die man die zegt, nou, in uw kantoor. En toen zei Milosevic, dan kunt u me zeggen waar mijn kantoor zich bevindt. En dat wist die man dus niet. He, dus je haalt iemand onderuit op iets wat alleen jij kan bedenken. En toen dacht ik, ja, en dat is, en het bijzondere was dat dat dus zo vaak, zeg maar, soortgelijke momenten, getuigenissen, dat ik het zeg maar zodanig onthutsend vond. En ook dacht van, en waarom lees ik dat niet? En waarom zie ik het niet op het journaal? Of waarom, dat ik dacht, ja, wat moet je dan doen? Ik ben ook niet echt een goede journalist. Dat vind ik ook nog wel ingewikkeld. Ik ben meer een filmmaker. Dus ik dacht van, nou, wat ik nou kan doen is gewoon het materiaal wat mij verbaast, bijna voor zich laten spreken. He, want ja, dan hebben we het gezien en dan doet het misschien iets, dan kunnen we er iets. Dan is dat in ieder geval getoond, ook voor de mensen die niet weten dat je het allemaal op internet kan zien. Je hebt nu een paar fragmenten bij. Ja, nou ja, dus ik kan de eerste even inleiden. Ik heb er vier, de nummer twee wil ik, want ik kan ze niet allemaal laten zien, heb ik gehoord. Dus het nummer twee kan ik er meer keuzevraag van maken. De eerste die zou ik, daarvan denk ik, is misschien goed om te laten zien, die gaat niet rechtstreeks naar het... over het proces, maar die gaat over een proces, namelijk het proces van beeldvorming, waar we net die foto van die mevrouw die zich, ja, en de impact die dat dan had op Gore en Clinton. Dit is een klein verhaal over een foto die van die een gevolg en een strekking van die orde had. Dus dat is fragment 1 op DVD 1.